Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik bij jullie terug met een nieuwe Goodiebox unboxing. Voor de mensen die Goodiebox niet kennen, Goodiebox is een maandelijks beauty abonnement waarbij je elke maand zo'n box krijgt met 5 tot 7 beauty producten erin met een minimale waarde van 80 euro voor slechts 25 euro in de maand. En elke maand unbox ik de box en gaan we maar gewoon met z'n allen bekijken wat we ervan vinden, wat ik gelijk kan gebruiken. Ga ik ook gelijk gebruiken, want dan kunnen we gewoon gelijk echt goed zien wat we ervan vinden. Ik vind zo'n box echt super leuk, omdat je dan gewoon elke maand een soort van cadeautje hebt voor jezelf. En je krijgt gewoon heel veel producten voor een best wel lage prijs. Als jij al bent geabonneerd, kom lekker samen unboxen met mij. Als je nog niet bent geabonneerd en dat wel graag wilt, beneden in de beschrijving staat een linkje. En via daar kun je makkelijk abonneren. Het is maandelijks opzegbaar, dus mocht je het niks meer vinden, je kunt het gewoon gelijk opzeggen. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing. Oké, ik zal eventjes snel beginnen te vertellen over deze make-up look. Er komt binnenkort een video over heel deze look. Wat heb ik nou op mijn lippen? Ik heb MAC Lip Pot Loadjes Trip Down op. En MAC Lipstick in de kleur Honey Love. Is een hele mooie lichte nude lipstick. Dit is echt mijn fave lip combo van de afgelopen tijd. Oké, dit is dan de box van deze maand. Heel mooi, zo dat vel een beetje paars-rozige. En als je hem openmaakt, is dit wat je krijgt. Bij elke box heb je ook zo'n boekje waarin alle producten staan. Uitleg over elk product, wat het is, hoe je het moet gebruiken, etc. Aan het einde van de video ga ik ook de prijzen optellen. En dan kunnen we zien hoeveel geld we hebben bespaard. Oké, laten we beginnen met het eerste product. En dat is voor de haren. Van Gold Professional heb ik de Hair Scalp Massager. Winkelwaarde is 20 euro. Oké, dit is echt het meest aparte product ever. Dit is dus een kam om je hoofdhuid mee te masseren ofzo. Super apart. Kijk even hoe dit eruit ziet. Wat is dit? Ik heb echt nog nooit in mijn leven zoiets gezien. Wat is dit? Dit is dus dry brushing. En waar is dit precies goed voor? Er staat dat dit je dode huidcellen weghaalt over tonic, talg en styling producten. Het laat je hoofdhuid ademen en het bloed weer volop circuleren. En dat kan ook bijdragen aan een snellere haargroei. Nou, ik denk dat echt letterlijk elke vrouw dat wil. Oh, en het gaat haarverlies tegen. Nou, dat is ook top. Het kan op droog of nat haar en je moet het gewoon 2 à 3 minuutjes doen. Oké, ik heb mijn haar wel vast, maar ik ga het gewoon zo hierachter doen of zo. Je moet het voor 2 à 3 minuten doen. Ain't nobody got time for that. Maar ik ga het gewoon wel zo eventjes doen. Oh my god, jongens, dit voelt zo raar. Ik hoop niet dat ik nou mijn hele haar ga verpesten. Ik moet nog weg vandaag. Het is op zich best wel fijn. Het zou echt ideaal zijn als iemand anders dit doet voor jou. Nou, dat is zo fijn. Je moet ronde bewegingen maken, want zo voorkom je klitten. Ja, ik wil echt geen klitten, nee. Dit voelt op zich echt best wel fijn. Oké, dat had ik echt niet verwacht. Ik ga zo hier beneden doen. Jongens, dit is oprecht best wel fijn gewoon. Oh my god, I like it. Ik ga echt iemand overhalen om dit te gaan doen voor mij op mijn hoofd. I like it. Nou, dit had ik echt absoluut niet verwacht. Ik dacht echt, wat is dit weer voor onzin? Maar het is echt oprecht best wel fijn. Ja, ik wil het nou niet hier doen, want mijn haar is hier helemaal strak getrokken. Maar dit voelt echt oprecht best wel fijn aan. I like it. Het volgende is ook voor je haren. Van Terre de Mars heb ik de 019 Redition Revitalizing Shampoo. Winkelwaarde is 19 euro. Er zit koffie-extract, vervenolie, aloe vera en tarwegras proteïne in. En dat maakt je haar zacht en glanzend. Nou, dat wil ook elke vrouw. Echter heb ik krullen en gebruik ik echt alleen maar specifieke producten voor krullen. Dus deze ga ik niet gebruiken. Alles wat ik niet gebruik gaat automatisch in de winactie. Dus dit product ook. Maar ik weet niet waarom, maar mijn gevoel zegt dat het best wel een goed product gaat zijn. Is er echt op helemaal niks gebaseerd. Het is gewoon wat mijn gevoel mij zegt. Dus mocht je dit al hebben gebruikt, laat ons weten beneden in de reacties wat je ervan vindt en of je echt
goed is. We gaan verder met micellair water. Van Karma Meju heb ik micellair water. Winkelwaarde is 22 euro. Nou, ik weet dat heel veel mensen micellair water gebruiken om hun make-up ermee af te halen en zo. Ik echter niet. Ik gebruik geen micellair water. Ik gebruik andere producten. Dus ook dit is een product dat ik niet ga en kan gebruiken. Er zit aloe vera in en zure sinaasappel extract. En dit kalmeert de huid, verstevigt en verzacht. Nou, ook dit product ga ik in winactie doen. Maar laat ons ook weer eventjes weten wat je hiervan vindt, mocht je hem al hebben gebruikt. Next up is make-up. Van Sandstone Scandinavia heb ik de Infinite Summer Bronzer. Winkelwaarde is 33 euro. Dit is echter niet de full size. Dit is 6 gram en dat heeft waarde van 22 euro. Echter is mijn kapot, jongens. Kijk even dit. Dit valt er gewoon zo uit. Hij is kapot. Dat is niet zo goed gemaakt. Ik vind het ook helemaal niks dat we dit niet hebben gehad in de full size. Want als ik iets haat aan een bronzer is als het zo'n kleine verpakking heeft. Want mijn bronzerkwast is dit. Dit past hier niet eens in. Mijn kwast is groter dan dit ding. Dus dat vind ik niet zo fijn. Hij is wel mooi mat, alleen het is niet echt mijn kleur. Dit is niet echt een kleur dat matcht met mijn huidskleur helaas. Ik heb al bronzer op, maar ik ga hem alsnog gewoon even erop aanbrengen. Wat ik ga doen is, ik ga hem gewoon weer hier terug in plakken. Ik doe gewoon een beetje wimperlijm hierin. Beetje zo. Beetje lijm. En dan hoop ik dat hij gewoon goed blijft plakken nu. En dan doe ik hem er weer zo terug in. Beetje aandrukken. En dan gewoon hopen dat hij nou wel goed gaat plakken. Laten we hem gewoon proberen. Dit kan toch niet? Hij is echt veel te klein. Oh my god. Oké, ik zie echt helemaal niks. Dat was al wat ik verwachtte. Dit is geen goede kleur voor mij helaas. Beetje hier proberen. Nee, dit is niet een bronzer die ik zou gebruiken, jongens. Next up is voor je gezicht. Van Able Skincare heb ik hier de Hyaluronic Acid Age Recovery Night Cream. Winkelwaarde is 88 euro. 88 euro en we hebben de full size. Deze ga ik zeker gebruiken, al is het alleen voor die hoge prijs. Er staat dat het de huid herstelt en balanceert de vochtbalans van de huid. Terwijl het de fijne lijntjes vervaagt en verzwakte huid en zichtbare poriën verbeterd. Nou, dat is top. Ik gebruik letterlijk elke avond een nachtcreme. Dus deze ga ik zeker houden en gebruiken. Volgens mij is mijn nachtcreme ook al bijna op. Dus deze komt echt op het perfecte moment. Ik kan niet wachten om hem te gaan gebruiken. En dat was het dan, jongens. Dat waren alle producten. Oké, nou gaan we alle bedragen bij elkaar optellen. En dan bekijken hoeveel geld we hebben bespaard. Of ja, jullie. Want ik heb niks betaald hiervoor. We beginnen met de nachtcreme. Die is 88 euro. Micellair water is 22 euro. Haarmassage ding, hoe het ook heet, is 20 euro. De bronzer is 22 euro voor de kleine verpakking. Dus er komt 22 euro bij. En dan als laatste de shampoo. Die is 19 euro. Alles vandaag is full size, behalve die bronzer. Dan komen we uit op een bedrag van maar liefst 171 euro. Dus als je al deze producten individueel zou halen, zou het je 171 euro hebben gekost. Jullie hebben slechts 25 euro betaald, dus dat haal ik eraf. Je bespaart maar liefst 146 euro. Dat is echt een hele hoop geld. Oh my god. Oké, jongens, dat was dan de box van de maand. Wat vonden we ervan? Voor mij persoonlijk was dit een iets mindere box, omdat er echt veel producten in zaten die ik niet kan gebruiken. En dat vind ik wel jammer. Maar ik hoop dat ik alsnog iemand van jullie blij mee kan maken straks in de winactie. Vraag me niet wanneer de winactie komt. Ik weet ook niet wanneer de winactie weer komt. Dat is gewoon altijd heel random. Waar ik wel heel enthousiast over ben is de nachtcreme. Die ga ik zeker te weten vaak gebruiken. Ja, en de rest gaat gewoon in de winactie. Laat me weten wat jullie vinden van de box beneden in de reacties. Mocht je willen abonneren, er staat linkje in de beschrijving. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video en het leuk vonden. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!